Goedemorgen iedereen en welkom op dit webinar voor wat betreft ODAC Touch 2. We gaan nog heel eventjes wachten om de rest van de mensen ook tijd te geven om in te loggen. Voor degenen die de presentatie volgen, het doel van deze webinar is om jullie een inzicht te geven in Touch 2. De video die je op je scherm ziet, kan u docken aan de rechterkant als deze in de presentatie zou storen. Goed iedereen, dan stel ik voor dat we van start gaan. Dus Touch 2. Even kijken, we hadden Touch 1. Touch 2 is de opvolger. U weet, onze toestellen hebben allemaal een webinterface waar u de toestellen mee kunt bedienen. Maar wat als u een volledig systeem hebt, hoe gaat u dat kunnen controleren? Wel, ODAC Touch 2 biedt daar eigenlijk een totale systeemcontrole. Het geeft de mogelijkheid om uw apparaten die in uw netwerk beschikbaar zijn, automatisch te discoveren, te ontdekken. Dat is een beetje het verschil met Touch 1, waar eigenlijk uw toestel handmatig moest worden toegevoegd. Dus in Touch 2 zal dit automatisch verlopen via een automatische scanlijst. Ik zou ook eventjes willen meegeven dat Touch 2 een gratis applicatie is, dus geen maandelijkse of jaarlijkse bijdrage te betalen, volledig gratis. Wij bieden Touch 2 aan op verschillende platformen. Eén daarvan uiteraard in de App Store iOS. Ook voor Android in de Google Play Store te downloaden. Er is een desktop Windows versie beschikbaar. En ook Linux wordt ondersteund. Dus verschillende platformen waar u zeker uw keuze kan maken. Het geeft de mogelijkheid eigenlijk om 100% gepersonaliseerde dashboards te creëren. Dus eigenlijk een totaaloplossing. U hebt één dashboard waar meerdere toestellen gelijktijdig kunnen bediend worden. Laat ons dat eventjes in detail bekijken. Dus wat is er eigenlijk dan juist nieuw in Touch 2 in vergelijking met Touch 1? Inderdaad, die automatische scanlijst. Dus uw apparaten automatisch ontdekken. De mixing functionaliteit voor de M2. Vrije free scalability en placeable widgets op je dashboard. En ook ondersteuning voor de professionele gelicentieerde audio streaming zoals Spotify en Soundtrack Your Brand. Voor wat betreft dan de NMP 40 in, in het XMP toestel. Welke toestellen worden dan ondersteund in het ODAC-gamma voor Touch 2? Dat zijn al de matrixen uiteraard, zoals daar is de M2, de R2 en de MTX, 48 en 88. Nieuw ook de versterkers, dus de amplifiers, de AMP 203, de AMP 523, maar ook de SMA, SMQ en de PMQ. Je moet daar wel eventjes op letten dat voor de SMA, SMQ en de PMQ-reeks u gebruik moet maken van de APC-100, aangezien die versterkers enkel een seriële connectie hebben. En je moet dus eigenlijk een brug hebben tussen uw netwerk en de versterker, en dat kan gebeuren via de APC-100. We gaan straks daar eventjes wat meer uitleg over geven, omdat de APC-100 in uw netwerk of in Touch niet als APC-100 zal ontdekt worden, maar maakt u die configuratie en u zou een scanlijst doen, gaat hij wel de versterker vinden die erachter hangt. De audioplayers, XMP44 met al de source control modules, TMP40, IMP40, MMP40, BMP40, de FMP40, de DMP40 en de NMP40. Ik veronderstel dat die modules wel allemaal gekend zijn. TMP40 tuner module, IMP40 de internet streamer van VTuner database.
De MMP40 is de audio player, USB-stick. BMP40 Bluetooth module. FMP40 is de event triggering. DMP40 DAP plus tuning module. En de NMP40 is de streaming module Spotify en Soundtrack Your Brand. Buiten die bronnen wordt ook ondersteund de relay units, de ARU 204 en 208. En ook third-party devices, op voorwaarde natuurlijk dat u de commandolijst kent van dat toestel. Stel u voor dat ik bijvoorbeeld een projector heb die ik wil aansturen via commando. En ik ken de commandostructuur, dan kan u dat integreren in Audac Touch 2.0. Hou er wel rekening mee dat voor third-party devices er geen feedback komt van het toestel. Dus u weet dan niet in welke status dat uw toestel zit. U zet de projector aan, u gaat er geen feedback van krijgen. De eerste keer dat wij Audac Touch opstarten, gaat u, en als het goed is, heeft iedereen een account aangemaakt en de applicatie gedownload. Als u zich registreert en u zou inloggen, dan gaat u de eerste keer dat u Touch opstart en inlogt, een internetverbinding moeten hebben, omdat uw gebruikersnaam en wachtwoord moeten gevalideerd worden op onze servers. Hebt u geen internetverbinding, dan gaat u een melding krijgen: Cannot connect to server. Hij kan uw paswoord of uw gebruikersnaam niet verifiëren en gaat u ook geen toegang geven. Eens als u ingelogd bent in Audac Touch en u logt niet uit, dan hoeft die internetverbinding niet meer. U kan dan gewoon, zogezegd offline, die applicatie blijven gebruiken. De toestellen die op dat moment online zijn, gaat u nog altijd wel kunnen bedienen. Dus het is niet nodig dat u altijd een real-time internetverbinding moet hebben om eigenlijk Touch continu te kunnen gebruiken. Dus de eerste maal dat wij opstarten, is dit eigenlijk het scherm wat u ziet. U ziet eigenlijk een list van dashboards waar hij zegt: er zijn op dit moment geen dashboards beschikbaar, omdat er eigenlijk ook nog geen gecreëerd zijn. Dat is de eerste stap die we gaan doen. Links ziet u de drie horizontale lijntjes. Dat is eigenlijk de menu-applicatie waar een aantal settings in veranderd kunnen worden. Rechtsboven ziet u een lock-knop en een create new. Dat zijn eigenlijk knoppen waar u een nieuw dashboard gaat creëren of uw bestaand dashboard wat gecreëerd is, kunt blokken. Laten we eens even kijken naar de menustructuur. Uiteraard hebben we in het menu de dashboard, de user, de device list en uw settings. Dit menu is continu in ontwikkeling door onze mensen van de softwareafdeling. Ik zou eventjes ook willen meegeven dat eigenlijk Touch 2 nog altijd continu verbeterd wordt. Dankzij ook feedback die we van jullie krijgen. Dus als er opmerkingen zijn, gelieve ons die te bezorgen. We bekijken die en we kijken wat de mogelijkheden zijn om die functies die jullie graag zouden willen zien te kunnen implementeren. Als we gaan kijken naar het menu aan de linkerkant, een beetje in detail, onder de settings gaat u een mogelijkheid hebben om uw applicatie in kioskmodus te zetten. Zoals jullie allemaal wel weten, verbergt dit eigenlijk de toolbar en laat het eigenlijk toe om de eindgebruiker enkel de touch-applicatie te zien zonder dat hij eigenlijk dingen kan gaan veranderen. Gaan we verder kijken, hebben we de device list. Device list, zoals we zeiden, is eigenlijk een automatische scanlijst. Dus telkens als u Touch 2.0 opstart, gaat hij zoeken in het netwerk achter mogelijke apparaten of nieuwe apparaten die in uw netwerk aanwezig zijn. Wat ook nieuw is, is dat die scanfunctie in Touch 2.0 iets verder gaat als bijvoorbeeld in System Manager. Waar dat u vroeger alles aan de hand kon hebben als de
de toestellen die werden ontdekt in System Manager niet in range lagen, dat die ofwel in het rood werden weergegeven, of zelfs helemaal niet. Daar gaat Touch iets verder kijken en is hij ook in staat om eigenlijk toestellen te ontdekken of te vinden die niet door System Manager zouden kunnen gevonden geweest zijn. Ook toestellen die erachter hangen. Dus bijvoorbeeld een M2 met een ARU erachter of een MTX met een ARU erachter, gaat hij die ARU ook wel kunnen detecteren. Als die scanlijst uitgevoerd is, is dit bijvoorbeeld mogelijk iets wat u zou kunnen zien. Dus u ziet eigenlijk in de scanlijst 1 over welk type toestel dat het gaat, linksboven. In dit geval bijvoorbeeld een MTX 88. Hij geeft weer het device type, dat is de naam van het toestel, het hardwareadres van het toestel. In een MTX is dat in dit geval altijd uiteraard X001. Maar voor bijvoorbeeld een M2 zou hier, als u meerdere toestellen hebt die bijvoorbeeld over fiber verbonden zijn, zou u hier kunnen zien M001 of M002, afhankelijk van het hardwareadres wat toegekend is. Daarnaast ziet u het IP-adres wat het toestel heeft, met daarnaast nog eens een visuele voorstelling van hoe het toestel eruit ziet. Het is eigenlijk de scanlijst die in mijn ogen wel heel duidelijk is. U hebt daar in één ogenblik eigenlijk al de informatie die u moet hebben. U weet over welk toestel het gaat, op welk IP-adres dat die hangt en het hardwareadres. Nu zijn er twee mogelijkheden. Ofwel weet u dat in deze scanlijst uw toestellen zitten en kan u daarmee verder aan de slag. Of ik kan hier ook dadelijk op het toestel klikken en hij gaat mij toegang geven tot het toestel met een voorgemonteerd dashboard. Aangezien al onze toestellen, zoals bij de webbrowser, eigenlijk een paswoord hebben, is dat voor Touch 2 niet anders. Als u hier op een toestel klikt, gaat u proberen verbinding te maken met dat toestel en gaat hij daar ook het paswoord vragen om toegang of u toegang te geven tot het toestel. Laten we eens even kijken. Stel dat ik klik op deze MTX 88. Dan gaat hij mij dat toestel laten zien en ik ga eigenlijk een voorgedefinieerd dashboard krijgen. In dit geval een 8 zone sliders met volumecontrole, mute functie, de inputs waar ik eigenlijk alles kan bedienen. We hebben in het verleden voor wat betreft de scanlijst wel wat opmerkingen gekregen. In die zin dat bepaalde gebruikers het een beetje vervelend vonden dat telkens als Touch wordt gestart, die scanlijst telkens opnieuw werd doorlopen. Ook de mogelijkheid om daar geen toestellen te kunnen verwijderen. Dat hebben we aangepast en in de volgende releases gaat ook die scanlijst aangepakt worden. Dus u gaat daar de mogelijkheid hebben om die scanlijst eventueel volledig te kunnen uitschakelen, zodanig dat eens als u dat opstart, ook onmiddellijk eventueel in het dashboard terechtkomt. Wat ook in die scanlijst gaat toegevoegd worden, en dat is nu al voor bepaalde toestellen zoals de AMP 203, gaat u ook de mogelijkheid krijgen om daar eigenlijk ook firmware updates te doen. Dat staat in de toekomst ook gepland. Wou ik eventjes meegeven. Oké, dus we hebben in dit geval de MTX 88. Stel u voor dat u hier bijvoorbeeld een M2 zou zien, zou u hier ook de mixing optie krijgen om te kunnen bedienen. Goed. We hebben nu wel een scanlijst, we hebben toestellen, we hebben nog geen dashboard. Laten we eens even kijken hoe we eigenlijk een dashboard kunnen creëren. In dit geval heb ik in het menu de optie dashboard. Als we daar naartoe gaan, dan ga ik eigenlijk een mogelijkheid krijgen om een volledig dashboard te creëren. Beetje moeilijk, we gaan daar een voorbeeld bij halen hoe dat in de praktijk eventueel zou kunnen gebeuren. We hebben hier een klein voorbeeldje. Hopelijk is de tekening voor iedereen duidelijk. In dit geval hebben we een MTX 48 matrix. Die is verbonden via het netwerk. We hebben XMP44 met 4 SourceCon modules in, zijnde een MMP40, een BMP40,
IMP40 en een tweede IMP40. Dus twee netwerkmodules voor internetstreaming, een Bluetooth-module en een afspeelmodule MP3 vanaf USB-stick bijvoorbeeld. Die zijn gekoppeld aan een aantal versterkers en we zitten daar, zoals u kan zien, met drie zones. We hebben een dining area, we hebben een receptie en we hebben op de eerste verdieping een tweede dining area. Voorts kunnen we bijvoorbeeld met een smartphone, een tablet of met een laptop kunnen we verbinding maken met die toestellen. De bedoeling van deze setup is dat we eens gaan kijken hoe kunnen we bepaalde widgets op die NTX48 toevoegen en hoe kunnen we een aantal widgets op die XMP44 toevoegen, meer bepaald tot die modules. De eerste stap die we natuurlijk moeten doen is een dashboard creëren. Dit is, of dit zou, het eindresultaat moeten worden. We hebben, of we zien, drie zone sliders. We hebben een Now Playing widget. We hebben een Player Control widget. We hebben een aantal favorieten die we kunnen bedienen. Laat ons eens even kijken hoe dat in zijn werk gaat. Om tot die stappen te komen, beginnen we natuurlijk met een leeg dashboard. En moeten we rechtsboven klikken op Edit Dashboard. Als we daarop klikken, krijg ik mijn dashboard te zien in de edit mode uiteraard, met vier panels. Die vier panels kunnen de widgets bevatten. En die vier panelen kan u ook in de edit panel mode van links naar rechts verschuiven, afhankelijk van waar dat u ze juist wilt hebben. Op bepaalde devices gaat dit dashboard volledig zichtbaar zijn. Laat ons zeggen dat ik een iPad heb, of een tablet of een PC, waar ik die vier panels gelijktijdig kan zien. U begrijpt, als ik deze start op mijn telefoon, dat ik natuurlijk al die dashboards daar niet ga opkrijgen en dan moet ik eigenlijk van panel naar panel swipen. We gaan beginnen met een widget toe te voegen op de MTX48. Een widget toevoegen doet u door rechtsboven Add widget te klikken. En u gaat dan eigenlijk een pop-up krijgen, Add widget, waar u in meerdere mogelijkheden hebt. Eigenlijk het gemakkelijkste is om gewoon de widget selection te volgen. U kiest eerst uw device type, in dit geval de MTX48. Dan kiest u select device op basis van het IP-adres. En daarna kiest u uw widget. Er is niets wat u niet toelaat om onmiddellijk een widget te kiezen, maar u gaat natuurlijk wel altijd moeten zeggen waar de widget aan gekoppeld is. Het gemakkelijkste aan dit systeem is, als u eerst het device type kiest, in dit geval de MTX48, dan gaat u in de tweede optie Select Device ook enkel maar al de MTX48 in uw scanlijst te zien krijgen. Wat natuurlijk het in grotere systemen het veel eenvoudiger maakt om het juiste toestel te kunnen selecteren. Om daarna naar de derde stap te gaan, select widget, en daar gaat u enkel de widgets te zien te krijgen die van toepassing zijn op uw toestel. Dus u ziet dat dit eigenlijk wel vrij eenvoudig in elkaar zit, iets waar we altijd naar gestreefd hebben om eigenlijk de functionaliteit en het gebruik van de app echt zo basic en eenvoudig mogelijk te houden. Als u de widget selection hebt uitgevoerd, zijn er natuurlijk ook een aantal parameters die we moeten meegeven. In dit geval ga ik moeten zeggen voor de MTX48 op welke output dat die widget van toepassing is. In dit geval is dat de zone receptie. Die reception dat komt eigenlijk vanuit uw MTX-toestel, waar u eigenlijk een naam geeft aan de zones, waar vroeger stond zone 1, 2, 3 tot en met 8 of tot en met 4. Hebben we hier in dit geval uiteraard zone receptie toegevoegd. U gaat dat ook te zien krijgen in touch. Dus alles gebeurt real-time. Hetgeen wat u eigenlijk op de webinterface van uw toestel verandert, wordt in touch 2 automatisch in real-time overgenomen. Als we dan gaan kijken voor een zone slider, u ziet daar rechtsboven drie zone sliders staan. We hebben die al 3 maal toegevoegd voor jullie.
dan ziet u eigenlijk dat die widget wordt toegevoegd. De volgende stap die je moet doen is om eigenlijk die widget een beetje te scalen. Gaat u dat kunnen doen? Ik ga eventjes één slide teruggaan. U ziet eigenlijk, als u de widgets bekijkt, linksboven ziet u daar zo'n potloodje staan. U kan daarop klikken om de widget te bewerken. Dan gaat eigenlijk terug uw pop-up open om de parameters in te stellen. En u kan de widget eigenlijk vrij verslepen en in grootte aanpassen naar uw eigen behoeften. Zo, we hebben dus drie zone sliders toegevoegd. Een volgende die we bijvoorbeeld kunnen toevoegen is een widget op de XMP44. Wat vroeger niet mogelijk was, en dat hebben we er ook in gestoken, u ziet bij de pop-up van de Add Widget beneden Add Another staan. Dus u hebt een Add button, een Cancel button en Add Another. Om te vermijden dat u telkens opnieuw Add Widget moest kiezen, helemaal terug vanaf in het begin beginnen, kan u hier meerdere widgets achter elkaar toevoegen. Voor die zone sliders is dat bijvoorbeeld heel interessant, want u zegt gewoon, ik wil een zone slider toevoegen en ik wil er opnieuw eentje toevoegen, want ik heb meerdere kanalen, dan gaat dat vrij eenvoudig. In dit geval voor de XMP44 gaan we een widget toevoegen, wat Now Playing, bijvoorbeeld op de XMP44 met IP-adres 10.2.350. De widget die we selecteren is Now Playing uiteraard. U kiest uw module, want het toestel of touch weet natuurlijk dat hij naar de XMP44 moet gaan, maar hij weet nog niet naar welke module. In dit geval zeg ik bijvoorbeeld de IMP op slot 4. We hadden ook een IMP op slot 3 staan. Zouden we ook kunnen geselecteerd hebben. In dit geval het widget, gewoon heel simpel, Now Playing widget. We hebben ook toegevoegd. Kunnen we ook weer vrij aanpassen of slepen waar we willen. Heel eenvoudig. We hebben ook een widget die we gaan toevoegen. Favorites widget. Dus eigenlijk onze favorieten die gestoord zijn in bijvoorbeeld de IMP-module. Dat zijn eigenlijk voorgedefinieerde stations die kunnen opgeroepen worden. Hetzelfde verhaal hier. Heel eenvoudig. Select device type, opnieuw onze XMP44. Ik kies het toestel, in dit geval ook weer de 150. Ik kies mijn widget en ik kies mijn module opnieuw. Toevoegen. Simple as that. We kunnen bijvoorbeeld ook een albumcover toevoegen. Albumcover, weerom. Op de XMP44. Ik kies opnieuw het device type, opnieuw het device, opnieuw de widget en ik zeg het moet toegevoegd worden op de MMP40 op slot 1. Dus u ziet dat is eigenlijk altijd hetzelfde principe. Dus u start van op uw dashboard, u klikt op Add Widget. De eerste stap die u doet is ik kies het device type, want ik weet op welk toestel ik de widget wil toevoegen. Ik kies het toestel zelf. Ik kies welke widget ik wil toevoegen. En eventueel optioneel op welk slot. In dit geval, als het een XMP44 is en er zijn vier modules, hebt u vier mogelijkheden om bijvoorbeeld iets toe te voegen. Dus onthoud gewoon dat de widgets die u toevoegt, of die u te zien krijgt, enkel van toepassing zijn na uw eerste preselectie van het toestel en van het toesteltype. Dus u kan eigenlijk geen foute widget toevoegen op dat moment die niet zou kunnen werken met uw toestel. U krijgt hem gewoon niet te zien. Enkel de widgets die kunnen op het toestel wel. Dus in dit geval een albumcover. Een albumcover zou ik nooit te zien krijgen als ik een MTX48 zou selecteren. Heeft totaal geen zin natuurlijk, hè. En de meeste mensen gaan ook zo werken als ze een dashboard creëren. Gaan ze al op voorhand een idee hebben van, oké, de klant wil dit of dit kunnen bedienen. Dus ik weet welke widgets ik zou willen toevoegen. Ik weet welke toestellen in mijn netwerk zijn. Heel simpel. Zo, is erbij gekomen. Fantasy. We gaan verder. Stel nu,
We hebben een Now Playing, we hebben onze favorieten, we hebben onze zone sliders, maar eigenlijk kan ik nog niets bedienen. Ik kan bijvoorbeeld niet play-pause doen, ik kan niet next track, previous track. Wel, moeten we nog een widget toevoegen, bijvoorbeeld player controls. Hetzelfde verhaal daar, moet ook op de XMP44 gebeuren. U kiest weer om uw toestel, weer de 150. U selecteert de widget player controls. En die gaat u opnieuw vragen op welk slot en welke module u dat wenst toe te voegen. In dit geval de MMP40. Moest u per ongeluk een widget toevoegen die fout is, of u zegt, oei, ik heb mij ergens vergist, er is altijd een delete button waar u eigenlijk dat widget kunt verwijderen. Als we dat allemaal gedaan hebben, en we gaan terug uit onze edit mode door opnieuw op edit dashboard te klikken. Dan is dit eigenlijk het dashboard wat u te zien krijgt. Links hebben we onze drie zones: dining up, dining down en receptie. Met daaronder onze input selectie, onze volume control en eventueel een mute button. Op de zone slider ziet u ook de VU-informatie die in real-time wordt doorgestuurd wat op dat moment eigenlijk aan het spelen is. Waar u daarnaast eigenlijk de widget hebt van boven de albumcover, daaronder Now Playing, met daaronder nog eens de player controls, previous, doorspoelen, pauze, next track, random, shuffle. En aan de helemaal aan de rechterkant hebt u uw favorietenlijst waar u kan uitselecteren. U ziet, het is eigenlijk, we hebben geprobeerd, en het is wel gelukt denk ik, om het heel eenvoudig te houden. Voor wat betreft de widgets, ik denk dat het gemakkelijkste is dat als u daarmee aan de slag gaat, dat u gewoon eens kijkt welke widgets er allemaal beschikbaar zijn. Er zijn er een heel deel. Het is niet de bedoeling dat we dat in deze presentatie elke widget in detail gaan uitleggen. Ik denk dat dat voor de meeste mensen wel vanzelfsprekend is als ze zien welke widgets kunnen toegevoegd worden en welke functie ze juist hebben. Dit dashboard, als u dit bekijkt eigenlijk op de laptop of op een notebook, dan ziet u deze eigenlijk als voorbeeld. Wat gebeurt er nu als ik dit bijvoorbeeld op mijn telefoon zou opendoen? Dan gaat u eigenlijk deze gaan moeten opsplitsen in meerdere stukken. Dat waren die panels. En u ziet dan, als u op uw telefoon het dashboard opendoet, dat u eigenlijk kan swipen naar rechts of naar links om eigenlijk die verschillende dashboardjes te zien. In dit geval is dat een driedelig dashboard geworden. Zo, nu misschien nog een heel klein beetje uitleg geven over die paswoorden en de username en dergelijke. Onthoud dat als u gevraagd wordt eigenlijk om een paswoord in te geven, dat dat altijd het paswoord moet zijn wat initieel in het toestel is ingegeven, in de matrix bijvoorbeeld of in de XMP44. Het paswoord wat u daarin stelt, gaat Touch 2.0 ook vragen wanneer u verbinding wilt maken met dat toestel. Gaat hij dat altijd doen? Hangt er een beetje van af wat u tegen Touch 2 vertelt. Hij gaat u vragen, kijk, u moet een paswoord uitgeven om verbinding te maken. Wenst u dat ik dit paswoord eigenlijk opsla of niet? Als u zegt ja, onthoud dat maar, dan gaat dat eenmalig moeten gebeuren. En elke keer als er terug Touch wordt opgestart en u probeert de verbinding te maken, gaat u dat paswoord niet meer moeten ingeven. De lockfeature van het dashboard gebeurt met een pincode die u moet intikken. Die pincode bevestigt u nog een keer en op dat moment is uw dashboard gelokt en kan eigenlijk uw eindklant het dashboard niet meer veranderen. We hebben daar wel de opmerking gekregen dat bij het invoeren van de pincode de user nog altijd aan de userinformatie kan. Dus hij kan het e-mailadres veranderen, hij kan de username veranderen.
We zijn er ons van bewust. Er zijn ook dingen die doorgegeven zijn aan onze R&D-afdeling, waar we op dit moment hard aan het werken zijn om die. Het zijn geen bugs, maar het zijn meerdere opmerkingen van klanten die we krijgen en waar we eigenlijk rekening mee proberen te houden. Hè. Want als u zegt van, kijk, ik ben mijn pincode vergeten en u kan nergens meer aan, dan zit u natuurlijk volledig vast. Dus het is een beetje langs beide kanten. Zo, wat u zeker moet doen, is uiteraard onze website bezoeken om te kijken of daar nieuwe releases aangekondigd zijn. Kijk zeker ook in de store om zeker de laatste versie van Touch te hebben. Als ik me niet vergis, zitten we nu op 2.2. Maar er staan nieuwe releases aan te komen. Die zijn ondertussen of die zijn onder test nu door onze afdeling. Want zodra daar groen licht wordt gegeven, wordt eigenlijk ook de release kenbaar gemaakt. Zo. Het was een heel korte presentatie. De bedoeling was eigenlijk om jullie te laten zien hoe dat een dashboard gecreëerd wordt. Normaal gezien, als alles goed is, zouden jullie in staat zijn om zelf iets te kunnen ontwerpen. Hebben jullie nog vragen of opmerkingen? Neem dan zeker contact op met ons, zodat we daar rekening mee kunnen houden. We gaan het alleszins doorgeven. En voor de rest zou ik zeggen, ik ga jullie veel succes wensen. En bedankt om deze webinar bij te wonen. We blijven nog een klein kwartiertje open op de chatbox voor eventuele vragen te beantwoorden. Ik zou zeggen, bedankt voor uw aandacht. Tot de volgende keer. Groetjes. Dag.